Het is de eerste keer dit jaar dat in Huis van Katoen het weer geopend is. Waar zijn jullie mee bezig? Ja, we zijn nu voor het eerst weer met een kinderatelier bezig. En het is dan nestkastjes pimpen wat we vorig jaar al gepland hadden, maar toen werd alles uitgesteld. Dus we zijn blij dat we weer konden beginnen. Dus dat, En zo te zien zijn de kinderen al vrij druk bezig geweest vandaag? Ja, ze zijn heel druk geweest en je ziet het. Het zijn mooie resultaten. U vertelde mij net, u heeft zelf de oorspronkelijke vogelhuisjes in het hout zelf gemaakt, hè? Ja, samen met mijn zwager. Samen dus een hele dag staan zagen en doen. Dus gewoon leuk. Dus het voorbereidende werk voor de workshops doet u zelf? Ja, doe ik allemaal zelf, ja. Jullie hebben vandaag vogelhuisjes gemaakt. Ja. En wat vind je daar zo leuk aan? Ontwerpen. Ja, vind je verven leuk om te doen? Ja. Dat wordt wel een heel luxe vogelhuisje als ik dat zo zie, hè? Ja. Die vogel die zal wel heel erg trots zijn om erin te mogen. En weet je ook van welke vogel die gemaakt is? Ja, kopmeisje. Ja? Ja. En, ja, en je hebt dus mooie plakkers op gedaan en zo? Ja. Is die klaar? Ja. Ja? En waar ga je hem ophangen thuis? Ik weet niet of het mag, maar... Voor in onze voortuin bij de appelboom. Dat zou een heel mooi plekje zijn, hè? Dan heeft de vogel en te eten en een mooi huisje. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat vind je zo leuk aan vogelhuisjes maken? Ik vind het schilderen en ook het mooi maken. Ik vind het eigenlijk mooi om te bouwen, maar deze al gemaakt. Zo heb ik niet gebouwd, zo heb ik. Is gewoon klaar. Maar je hebt het wel mooi versierd, hè? Ja. En is die nou af? Ja. Nou, ik denk dat die vogel die erin mag ook heel trots zal zijn. Ja. He? Is mooi geworden. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En het is anderhalf jaar geleden dat jullie workshop gehad hebben, of niet? Ja, het is zeker anderhalf jaar geleden. Heeft u dat niet gemist? Ja, toch wel. Van de ene kant mis je het, maar aan de andere kant weet je dat het gewoon niet kan. Dus dan stel je daarop in. Maar ik ben blij dat het wel weer kan. Ja, nou. Ik wens u succes met de komende workshops. Ja, dankjewel. En bedankt. Ja, graag gedaan.